Ik ben uitgekozen omdat ik 64 kilo ben afgevallen en ik wat last had van een verslapte huid. Ik dacht aan botox en injectables en dat soort dingen. Hanna belooft een heleboel te kunnen doen met behandelingen en ik had zoiets van kom maar op. Nou, ik ga trouwen met mijn vriend. Ja, en ik wil op mijn dag er natuurlijk op mijn allermooiste uitzien met een stralende huid. Ik ga nu mijn gezicht schoonmaken. Ik ben nu bezig met de cleansing clay. Het lekkere van die producten van Hanna is dat je het eigenlijk overal kunt gebruiken. Dus ook onder je ogen. Zelfs mijn man, en dat is niet de opmerkzaamste man ter wereld, die zei een tijdje geleden, oh, ik begin echt wat te zien aan je huid, wat minder rimpels. Dus ik denk, dat is een goeie. Deze foto die is aan het begin op de eerste dag gemaakt en daarop zijn duidelijk voor mij tekenen te zien van veroudering. Dus rimpels op het voorhoofd en vlekkerig hier onder de ogen, ook wat gaan zakken bij de mond, ook wat diepere plooien. En dat zijn wel dingen waarvan ik dacht van nou, hieraan kun je goed zien dat ik een dagje ouder word. Nou, als ik naar deze foto kijk, dan zie ik dat mijn huid wel echt een stuk rustiger geworden is. Ik zie hier wat rode vlekken op mijn wangen. En ja, ik zie ook wel dat mijn huid wat uitgedroogd is. Dus ik ben wel blij als ik nu in de spiegel kijk. Ja, als ik naar deze foto kijk die de huidcoach van mij gemaakt heeft, zie ik toch wel echt een enorm verschil. Ik had echt diepe lijnen hier bij mijn wangen en boven mijn lip waren echt veel lijntjes te zien. Dus je zag echt wel dat mijn huid wat te lijden heb gehad van het vele afvallen. Dus vandaar dat ik heel erg blij ben dat ik hier terecht ben gekomen. Nu in de spiegel kijk, dan zie ik toch wel een na zoveel weken een hele verbetering. Ja, ik vind dat mijn huid heel erg opgeknapt is. En ook de lijntjes boven mijn lip, die zijn, ja, ze zijn er nog wel, maar je ziet ze eigenlijk niet meer. Ja, dan zie ik echt wel veel betere huid. Ik zie dat het meer glanst. Ik zie minder vlekjes en ja, de rode vlekjes bij mijn wangen zijn ook echt weg. Behalve dat ik het voel, en dat is heel jammer dat je dat op camera niet duidelijk kan maken, zie ik dus ook, ik vind minder lijn in mijn gezicht. Ik vind het onder mijn ogen ook frisser. Het is veel steviger geworden, vooral ook door die massages, die bindweefselmassages. Die zijn eigenlijk, denk je, in het begin denk je echt, je wordt echt wel stevig behandeld. Maar het voelt ook wel weer heel erg fijn, omdat je het gevoel hebt dat het echt wat voor je doet. En dat is nu ook heel erg duidelijk te zien. Minder vlekkerig, het voelt wat strakker aan, het voelt sowieso heel erg lekker aan. En de stevigheid van mijn huid is echt enorm verbeterd. Ik voel me heel erg prettig en fijn, omdat zeker nu 's ochtends de aandacht niet meer gaat naar mijn slappe huid. Maar dat je nu je kunt focussen op de positieve dingen en je huid gewoon steviger is, zodat je weer het huid zeg maar bij de leeftijd hoort die ik nu heb. Ik vind alle Hanna producten sowieso echt onwijs fijn, maar als ik dan moet kiezen zeg ik de personal choice. 1, hij ruikt echt onwijs lekker en 2, hij trekt allemaal zo lekker in mijn huid. Ik denk dat ik niet meer voor de botox ga, maar ik ben heel tevreden nu. Ik vind het geslaagd. Ja, ik voel me helemaal vol vertrouwen en stralend ga ik mijn bruiloft in. Ik vind zelf wel dat ik 10 jaar jonger lijk.